protected regions in After Effects. Wel, ze laten ons eigenlijk toe om delen van onze animaties eigenlijk te gaan beschermen tegen het uitrekken in de tijd. Nu, ik ga dat direct met een voorbeeld tonen, dat gaat veel duidelijker zijn. Ik heb hier een project voorzien en daar zit een composition in met daarin een precomp waarin een animatietje loopt. Nu, ik ga het even kort laten zien. Het komt in, het botst even en dan gaat het weer weg uit beeld. Heel simpel. Dus wat hebben we eigenlijk? We hebben een in-animatie, dan blijft het object even staan. Dan hebben we een midden-animatie waarbij die even naar omhoog wipt. En dan blijft die weer even staan en dan gaat die weg uit beeld. Oké, vrij eenvoudig. Nu, stel, die precomp duurt nu 5 seconden. Ik wil eigenlijk die animatie gaan uitrekken tot bijvoorbeeld aan 20 seconden. Nu, ik kan dat niet zomaar doen. Ik heb hier natuurlijk de stretch waarmee ik de snelheid van afspelen kan gaan vertragen. Dus als ik dit nu opentrek tot aan bijvoorbeeld, ik zal 20 seconden nemen, 400%. Op zich werkt dat. Dus dat gaat nog altijd werken. Maar als ik dat nu afspeel, dan gaat die beginanimatie veel trager zijn. Die middenanimatie gaat ook 400% trager zijn. En uiteraard, ja, de eindanimatie gaat ook 400% trager zijn, want alles is 400% trager. Nu, dat is niet altijd wat ik wil. Wat ik eigenlijk wou, was dat we de inanimatie hadden zoals dat die was. Dat die dan een tijdje stil bleef staan. En dat in het midden van die composition die animatie terug hetzelfde was en dan weer bleef staan. Dus eigenlijk dat de delen daartussen uitgerokken werden, maar dat de animaties eigenlijk bewaard bleven en dezelfde snelheid hadden. Nu, daarvoor kunnen we Protected Regions gebruiken. Ik ga even mijn stretch terug op 100 zetten. Oké. En ik ga even in die precomp duiken, dus ik dubbelklik daarop. Dan zien we eigenlijk hoe dat die animatie is opgebouwd. Heel eenvoudig met een position animation. Dus de inbeweging komt hierin. Dat zijn 2 keyframes. Dan 3 keyframes voor deze beweging te maken. En dan terug 2 keyframes voor die beweging te maken. Dus deze 2 keyframes en deze 2 keyframes. Die hebben eigenlijk dezelfde position values. Dus daar gaat het object eigenlijk blijven staan. Dus wat wil ik nu voor zorgen? Dat we eigenlijk zeggen van deze 2 keyframes, daar mag je niet aankomen. Deze 3 mag je niet aankomen en dan die laatste 2 mag niet aankomen. Maar wat hier tussen ligt en hier tussen ligt, dat mag je eventueel wel uitrekken in de tijd. Dus dat gaan we doen met zo'n protected region. Nu, er zijn verschillende manieren waarop je dat kan toepassen. De meest standaard manier is, we gaan naar composition. Dan zien we hier staan responsive design time. Dat laat eigenlijk al uitschijnen dat we onze tijd kunnen gaan uitrekken. Nu, ik ga zeggen create an intro. En dan zien we dat we hier eigenlijk een soort van marker krijgen. Met blauwe arcering hier. Dat is eigenlijk onze protected region. En ik ga onze intro tot hier juist voorbij deze tweede keyframe zetten. En dan ga ik eigenlijk tegen After Effects zeggen van dit stukje animatie, dat moet eigenlijk altijd hetzelfde blijven. De timing daarvan moet je niet aanpassen. Ik kan hetzelfde doen voor zo'n outro te maken. Dus druk bij Composition, Responsive Design, Time, dan Create Outro. Voilà, kunnen we dat ook doen. Nu, dat is een beetje jammer. Als je die wilt uitrekken, dan gaat hij die eigenlijk verplaatsen. Dus je moet hem eerst voor je keyframe hier zetten die je wilt gaan bewaren. En dan moet je hem terug uitrekken tot op het einde. Had leuk geweest, moest je dat ook gewoon kunnen zo uitrekken in één keer. Maar dat is nu niet het geval. Is niet zo erg. En nu wil ik dit middenste stuk ook nog gaan vastleggen. Wel, ik heb al een intro en een outro. Hoe maak ik nu nog eentje? Wel, er is nog een manier om protected regions te maken. En dat is gebruik te maken van de work area. Nu, de work area bevindt zich hier. Nu, ik denk dat ik... Ja, ik heb hem direct juist. Dus dit is de work area. Als ik die even... Kijk, voilà. Ik kan er niet zo goed aan, dus ik zal even zo doen. Deze terug op zijn plaats zetten. Hier de work area terug hier rond gaan zetten. En dan kan ik
eigenlijk terug hier bij Composition Responsive Design Time en dan zeggen Create Protected Region from Work Area. Of klik gewoon direct rechts op de Work Area, daar staat diezelfde optie. En dan, als we daarop klikken, zien we dat we eigenlijk terug zo een gedeelte krijgen. Dus nu heb ik eigenlijk tegen After Effects gezegd van die drie zones, die moet je eigenlijk gaan beschermen. De zones daartussen, die mag je uitrekken. Oké. Okay. Nu gaan we een keer terug gaan kijken in onze andere composition, waarin deze al geëmbed zit. En ik kan die nog altijd niet uitrekken. Nu, hoe komt dat? Die protected regions, dat is eigenlijk een soort van markers. Dus die moeten we daar eigenlijk gaan doortrekken. Nu, je zal zien dat je dat kan doen door die te updaten. Dus je kan hier rechtsklikken op je laag. Dan gaan naar markers. Waar staan ze hier? Hier markers. En dan zeggen update markers from source. Dus dan gaan we eigenlijk de markers daar gaan terug gaan updaten. En dan zal je zien dat je hier die blauwe zones krijgt. Dus dat zijn onze protected regions. Nu, eens dat je dit hebt staan, kan je ook je precomp eigenlijk gewoon uittrekken. En je zal ook zien dat onze animatie heeft nog altijd dezelfde snelheid. En hier tussen zal het blijven staan, omdat ja, dat toevallig in onze uitrekbare zone viel. En eens we hier komen aan het midden, gaat die animatie op de juiste snelheid doen en gaat die weer mooi blijven staan. En op het einde gaat die animatie gewoon mooi weggaan. Dus nu kan ik die precomp zo lang of zo kort maken als ik het nodig heb en gaan enkel die twee zones uitgerokken worden. Voilà, was een kleine introductie in Protected Regions. Ik hoop dat jullie hier iets aan gehad hebben, dat jullie daar toepassingen in zien. Het kan heel handig zijn bij het maken van templates, titelanimaties, dat soort zaken. Zeker de moeite waard. Ik zie jullie graag terug in een volgende Tip of the Week. Tot dan!